Geachte dames en heren, geliefd publiek. Het is altijd goed een plan B te hebben. Niet omdat ik niet geloof in plan A, laat dat duidelijk zijn. Maar plan A vraagt een inspanning en een minimum aan moed. En het welslagen van plan A heb ik niet alleen in de hand. Dat hangt ook van u af. Daarom, ik ken u tenslotte niet, is een plan B wellicht nuttig. Dus mag ik u. Alvorens mijn aanbeveling voor een nog beter leven met u te delen, alvast aanmoedigen een gedicht uit uw hoofd te leren. Gewoon één gedicht. Het hoeft niet lang te zijn, een paar lijnen volstaan. Iets dat u mooi vindt. Ik leg u straks wel uit waartoe dat dient, want niet iedereen gelooft in het nut van het nutteloze. Dat gezegd zijnde, even terug naar plan A. Mijn aanbeveling voor een nog beter leven. Is eenvoudig. Ik wil u allen oproepen tot verzet. Geen kleinburgerlijke dwarsliggerij, geen nukkig tegenwringen, geen kortstondige onwilligheid, maar wezenlijk verzet. The real thing. Verzet met een grote V. Verzet u tegen onverschilligheid. Verzet u tegen de gedachte: ik kan er niets aan doen, want het is groter dan ikzelf. Verzet u tegen opgeven en tegen nihilisme. Verzet u tegen denken dat het is wat het is en dat het toch zal gebeuren. Verzet u tegen de gemakzucht u niet te verzetten. Verzet u. Tegen iets, tegen iemand, want precies dat is de essentie van uw menselijkheid. Wat mensen van dieren onderscheidt, is dat wij vooruit kunnen blikken naar wat er nog niet is, naar het onzichtbare. Naar het toekomstige en ons daartoe kunnen verhouden. De mens, schreef Paul Valéry, is de uitvinder van het afwezige. Daarin ligt de oorsprong van de transcendentie en van alle kunst, maar ook de kiem van elk verzet. Een dier kan alleen reageren op wat gebeurt, op wat is. Een mens kan reageren op wat nog niet is gebeurd. En in dat voorstellingsvermogen schuilt de macht om dingen te veranderen voor ze plaatsvinden, de toekomst om te buigen en het schijnbaar onvermijdelijke alsnog te voorkomen. Het is nooit te laat, tenzij we toegeven dat het te laat is en ophouden ons te verzetten tegen wat op ons afkomt. Precies dat doen we steeds minder. Oog in oog met de grote uitdagingen van de geschiedenis van de mensheid zitten we collectief in de zetel en zuchten of sappen. We trekken de gordijnen van ons geweten dicht en voelen ons met z'n allen, elk apart, machteloos. Ieder bij zich of ieder voor zich niet bij machten het tijd te keren. En net in die tegenstelling zit de crux. Nooit eerder hebben we zo sterk geloofd in het individu. De maakbare mens. Ieder van ons uniek, ieder van ons waardevol. Tegelijkertijd is de wereld ook meer dan ooit tevoren uit zijn voegen gebarsten. Alles is versneld en vergroot, uitgegroeid tot bovenmenselijke proporties. De algoritmes die ons aansturen, zijn te complex voor onze menselijke hersenen. Het internet zorgt voor intercontinentale wedijver tussen mensen die 10.000 kilometers van elkaar afwonen, en de voedselketen is langer dan de aardomtrek. En ook onze problemen waren nog nooit zo grootschalig. Fake news, alt-right, het klimaatdrama. We zitten op planetair niveau in de rats. Een mens zou voor minder gaan zitten zuchten in de zetel. Wat we in deze botsing tussen de krimpende gemeenschappen en de uitdijende geglobaliseerde wereld vergeten zijn, is de kracht van onze collectiviteit. Want doordat we in staat zijn tot abstract denken, zoals Valérie zei kunnen we ook onszelf overstijgen. Of zoals Stefan Hertmans het onlangs zo mooi voor me samenvatte, ik kan mijn geest aan de uwe schakelen. Mijn katten kunnen dat niet, maar wij, mensen, wij kunnen dat. We kunnen zelfs meer dan dat. We kunnen onze gedachten vasthaken aan de gedachten van alle mensen die voor ons leefden, en een keten van denken vormen die zich over de eeuwen heen uitstrekt en ons alle verbindt. We kunnen het verleden en het heden aaneenschakelen tot één groot bewustzijn. Dat is onze menselijkheid. En dat is de kracht van ons verzet. We zijn alle individuen, maar samen zijn we een wereldmacht. Samen zijn we de mensheid. Herinner u dat en verzet u. Als we dat niet doen, ziet onze toekomst er somber uit. Dan zullen we afglijden naar een grijs wereld ontdaan van alle menselijke warmte, solidariteit en schoonheid. Waarin we, voortgedreven door rendabiliteit en winstbejag of simpelweg door pragmatisme en opportunisme, steeds sneller voortjagen, onze ondergang tegemoet. Als we niets doen en die toekomst zich volstrekt, wees dan blij dat u mijn eerste advies hebt opgevolgd. Dan hebt u, in de donkere tijden die ons wachten, Tenminste, nog dat om u aan te warmen. Een gedicht. Een laatste streepje schoonheid in de barre steenwoestijn van de toekomst, die dan uw heden is.